Graffiti spuiten is legaal op sommige plaatsen in Gent. De Wergarestraat, beter bekend als het graffitistraatje, is er één van. Maar is graffiti nu kunst of vandalisme? We vroegen het aan de mensen op straat. Graffiti is kunst. En graffiti is voor ons kunst. Velen vinden het dus kunst, maar is het ook legaal? We trokken naar Graffiti VZW in Gent en vroegen het daar. Wij spreken zelf van gewenste en ongewenste graffiti. Het is zo dat illegale graffiti kan vaak, is altijd vandalisme, aangezien het illegaal is. Maar dat kan toch gewenst zijn. Bijvoorbeeld de werken van Banksy zijn illegaal, zijn eigenlijk vandalisme, worden door iedereen gezien als kunst en dan spreken wij van gewenste graffiti, hoewel het eigenlijk illegaal is. De kleine en niet zo kleine verfwerkjes zie je werkelijk overal. Maar waarom willen jongeren beginnen met graffiti? Graffiti is zeker een communicatievorm voor jongeren. Voor veel jongeren die een medium zoeken om mee te communiceren, kan graffiti een uitlaatklep zijn. Het is een makkelijke manier om uw mening weer te geven. Er zijn heel verschillende verschijningsvormen van graffiti. Er is schabloongraffiti, stickergraffiti, postergraffiti en ook gewoon de gewone graffitiwerken, de lettergraffiti. En dat zijn allemaal verschillende manieren om zich te uiten en om je mening te geven of om gewoon te laten zien dat je bestaat. Heel veel graffiti heeft ondertussen het kleine graffitiwereldje verlaten en zit ondertussen op een street art spoor, zoals wij dat dan noemen. Dat is eigenlijk kunst die zich afspeelt in de openbare ruimte. Dat zijn echt kunstenaars die op zoek gaan naar een nieuwe plaats om hun kunst te tonen. Ik vertel dan altijd, je kan naar een museum gaan, maar ik denk niet dat je gisteren naar een museum bent geweest. Terwijl op straat lopen doet iedereen. Dus vandaar dat veel kunstenaars ervoor kiezen om hun werk tentoon te stellen op straat, omdat iedereen daar langs loopt en dat ook gewoon gemakkelijker is dan te wachten tot iemand u in een museum hangt.